Oké, dat was het voor nu. Oké. Goed, dan gaan we door met het derde deel. Namelijk de vraag, hoe help je dan anderen om mentaal immuun te worden? Dus we hebben gezien wat mentale immuniteit is. Dus met name belang van echt zelfstandig denken. Denken vanuit eenheid, vanuit universele liefde, mededogen, begrip, vergeving. En dat eigenlijk het fundament daarvoor dus ook zo'n universele visie op het leven is. Waar je steeds op kan terugvallen met een aantal universele uitgangspunten. Waardoor je eigenlijk steeds meer zelfstandig antwoord kan geven. Eigenlijk je eigen poortwachter wordt voor wat waar is en wat illusoir is. Maar dat is natuurlijk weinig waard als dat alleen maar theorie blijft. Je zou kunnen zeggen een visie op het leven, dat betekent niets zonder het leven van die visie. En de vraag is, wat betekent dan dat leven van die visie? En dat heeft natuurlijk één te maken met dat steeds meer ook in de praktijk brengen. En dat steeds meer naar gaan leven. En dat het onderdeel wordt van je karakter. Maar je zou ook kunnen kijken naar wat zijn nou eigenlijk die karaktereigenschappen die daarbij horen. Nou, daar hebben we eigenlijk een hele dag aan gewijd aan het begin van dit seizoen. Nog altijd, als je dat nog niet gezien hebt, ook de moeite waard om terug te kijken. Ons symposium over eigenlijk de mentaliteit van de toekomst, zo noemden we dat. En daar hebben we deze bloem centraal gezet. Ik heb hem ook in de eerste twee lezingen laten zien. Met 7 deugden, die eigenlijk gezamenlijk ook een soort van beeld schetsen van de ideale mens. Het worden ook wel perfecties genoemd. Hè? Eigenlijk van een mens die al op, ons verder vooruit is, die zou deze kenmerken hebben. En ik denk dat we allemaal die deugden kunnen herkennen. Dingen als geduld, als moed, als wijsheid, gelijkmoedigheid. En dit kan ons dus helpen om eigenlijk die wat meer universele gedachten die wat meer vorm te geven. Hè. Dit is kan je helpen om zo'n ideaalbeeld te vormen en daarnaar ook proberen te gaan leven. En die zijn ook gekoppeld aan die wetten der natuur. Hè. Dat zijn die donkerder blaadjes, die oranje blaadjes in die bloem. En waar we vooral bij stilgestaan hebben, zijn dus die eerste twee, wederbelichaming en karma. De andere staan in de rest van ons lezingenseizoen centraal. Ik zal die ook nog weer even wat verder aanstippen, ook in het licht van het thema mentale immuniteit. Maar het is leuk om dit ook weer even naar voren te halen, die deugden, die zo centraal staan, dus ook in de theosofie. Dat is ook in de wetenschappelijke hoek erkend. Met name vanuit de positieve psychologie is er een onderzoek gedaan door twee wetenschappers, Peterson en Seligman. En die hebben eigenlijk geprobeerd een tegenhanger te maken van de DSM. Misschien heeft u wel eens van de DSM gehoord. Dat is een soort handboek voor de psychiatrie beschrijft allerlei mentale aandoeningen van ADHD tot de depressie. Is ook heel controversieel, omdat het eigenlijk alleen maar bepaalde kenmerken beschrijft. En aan de hand van die kenmerken wordt dan het stempel geplakt of iemand dan een bepaalde aandoening heeft of niet. Nou, we hadden het al even over het placebo-effect. Er bestaat ook zoiets als het nocebo-effect, dus dat het omgekeerd ook kan werken. Kort gezegd, angst maakt ziek. Dus je kan soms ziekte ook aangepraat worden. En het kan soms ook dus heel erg negatief uitwerken door een bepaalde stempel aan iemand te geven. Oh, je hebt dit, je hebt die en die aandoening. Want dan gaan mensen dus ook in geloven. En daar kunnen ze dus ook ziek door worden. Nou, dat toont dat nocebo effect aan, bekend beschreven effect. Nou, we hebben eerder al gezegd, je moet eigenlijk niet uitgaan van ziektes, maar meer van zieke mensen. En zeker op mentaal gebied geldt dat. En de psychiatrie zeggen ze ook, elke cliënt is verschillend, die moet je ook echt individueel behandelen. En er is niet zoiets als één
depressie, beeld. Hè, dat zijn uiteindelijk allemaal individuen die met een bepaalde, in een bepaalde denkwijze vastzitten, zou je kunnen zeggen. Maar wat die Seligman en Peterson hebben gedaan, is eigenlijk geprobeerd dus een tegenhanger van die DSM te maken en niet zozeer te klassificeren waar gaat het mis, maar juist wat zouden mensen juist moeten ontwikkelen. Ook interessant dus in het licht van anders denken, niet zozeer aandacht geven aan wat je niet wil, maar juist wat je wel wil. En ze hebben dus onderzoek gedaan naar allerlei karakterkrachten en komen dan eigenlijk ook weer op de al uit de deugden uit. Het zijn wat net andere combinaties die ze maken door allerlei rijtjes bij elkaar te halen en dat proberen zo goed mogelijk te beschrijven. Maar je zal eigenlijk al die zeven die eigenlijk de kern van de oude wijsheid komen, kun je daarin ook wel weer in terug herkennen. Dus ik denk een interessante beweging ook vanuit die positieve psychologie, die aandacht daarvoor. Maar even terug naar die zeven deugden zoals wij die omschrijven vanuit de theosofie. En we hebben al gezegd, zijn eigenlijk essentieel om mee aan de slag te gaan voor zowel degene die leidt aan ziekte, of dat nou fysiek is of meer mentaal. Maar ook voor degene die voor anderen zorgt, die daarmee te maken. En eigenlijk zijn ze dus alle zeven ook essentieel om dus goed met ziekte om te gaan. Goed om te gaan eigenlijk met elke levensomstandigheid, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben wat meer stilgestaan dus bij die deugd van Dana. Hè, ook in het licht van reïncarnatie. Ook omdat die heel erg dicht tegen dat onderwerp thema zorg aan zit. En dat kunnen we nu we het hebben over mentaliteit, eigenlijk nog wat uitbreiden. Dus we hebben eigenlijk vorige keren ook al bij stilgestaan. Dana betekent dus de sleutel van mildheid of onsterfelijke liefde. En we hebben ook uitgelegd waarom is liefde nou in relatie gebracht met onsterfelijkheid. Nou, eigenlijk omdat de oorsprong van liefde juist in dat bovenpersoonlijke onsterfelijke deel van ons zit. En dat liefde eigenlijk net als zorg, dat is een natuurlijke uitdrukking is van dat eenheidsbesef, van mededogen en ook zich richt op dat onsterfelijke deel dus van een ander. En wat wij meestal onder liefde verstaan, dat is vaak meer verpersoonlijkt, dus dat is eigenlijk een afgeleide daarvan. En hier gaat het dus meer om die universele liefde, dus die wat meer de eenheid met alle anderen inziet, die dus in elk wezen die onsterfelijke, grenzeloze oorsprong ziet, die in iedereen eigenlijk hetzelfde is. Hè? In jou, in mij en in elk ander leven. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die liefde de sleutel is voor immuniteit. En de peruker schrijft daar ook iets heel moois over. Hij zegt, een liefde voor alle wezens en dingen, groot en klein, zo'n bolwerk, een beschuttingsmuur om je heen vormen. Zo krachtig en ondoordringbaar dat niets uw hart zal bereiken dat beneden die muur van liefde ligt. En dus liefde is eigenlijk, vormt een beschermingsmuur, vormt iets ondoordringbaars om ons heen. Juist omdat we eigenlijk daarin verbonden zijn met anderen en dus alles wat daar beneden zit ons eigenlijk niet meer raakt. Dat we daar niet meer vatbaar voor zijn. Dus universele liefde echt als sleutel voor immuniteit, zou je kunnen zeggen. En dat geldt dus niet alleen maar voor onze eigen immuniteit. Want dit straalt dus ook door naar anderen. En als je anderen echt daadwerkelijk met liefde bekijkt, dan kijk je dus nooit alleen maar naar een zieke of een patiënt. Maar je ziet dan echt iemand in zijn volledigheid, hoe die als mens is. Herkent zijn karakteristieken. Ziet dus ook dan eigenlijk de potentie van wie ook iemand echt in wezen is. En ziet dan dat het ook in essentie een grenzeloos bewust wezen is, dat probeert die potentie steeds meer uit te drukken. En doordat je dat eigenlijk ook op die manier bekijkt, doordat je die medemenselijkheid ook uitstraalt, en door dat vertrouwen, door dat begrip, door misschien ook vergevingsgezindheid wat er soms bij komt kijken, gaat die persoon dat ook waarmaken. Die gaat daar ook naar leven, die gaat die verwachting ook waarmaken. En dat is ook een effect wat ook bekend staat, ook in de wetenschap. Het wordt ook wel het Pygmalion-effect genoemd. En dat komt van een oud-Grieks verhaal.
van een beeldhouwer die zo opgaat in een bepaald beeld wat hij wil scheppen van een ideale vrouw. Waardoor hij eigenlijk verliefd wordt op zijn eigen beeld. En dat beeld op een gegeven moment dus ook met tussenkomst van een van de Griekse goden. Ik geloof dat het Athene was of de godin van de liefde. Doet er even niet toe. Waardoor dat beeld op een gegeven moment tot leven, ook echt tot leven kwam. Nou, dat is eigenlijk heel metaforisch. Wat laat zien hoe belangrijk onze eigen verbeelding ook is. Dat we eigenlijk ook continu onze eigen verbeelding, onze eigen beelden ook werkelijkheid maken. En wij, net als die beeldhouwer, houden wij eigenlijk ons eigen levenspad uit, als uit een brok steen, door eigenlijk onze eigen verbeelding, door onze eigen gedachtenbeeld. Nou, en daar ook wordt, bevestigen die wetenschappelijke feiten ook weer die visie. Het is een bekend effect dus ook in de psychotherapie. Waarbij er dus ook allerlei onderzoek is gedaan naar verschillende soorten therapieën. Er zijn heel veel verschillende soorten therapieën. Maar telkens blijkt ook dat die relatie tussen de psychiater en de cliënt eigenlijk de belangrijkste succesfactor is. En de mate waarin dus die psychiater dus eigenlijk ook in staat is om juist die mens achter de cliënt te zien en te zien wat het potentieel is. Nou ja, in die mate is zo'n traject dus ook meer succesvol. Het is ook een heel bekend onderzoek in het onderwijs, zelf te bekeken. Bekend onderzoek, Pygmalion in the Classroom. Dus dat de verwachtingen die leraren hebben ook echt essentieel zijn, essentiële voorspellers voor het succes. Dat ze onderzoek gedaan hebben, een klasje met gewoon willekeurige leerlingen, maar tegen die leraar zeiden van, dit zijn echt allemaal topgasten, straight A students, allemaal 9 en 10 waard. En die gingen daardoor ook beter presteren, punten beter dan controlegroepen waarbij dat niet het geval was. Dus ook een bekend wetenschappelijk feit dat dit, hoe belangrijk die verwachtingen zijn en die verbeelding is. En dan denk ik dat dat eigenlijk bij de meeste mensen nog maar heel beperkt is, omdat ze niet uitgaan van dat idee van grenzeloosheid, van bewustzijn achter elk wezen. Nou, eigenlijk waar leidt het dan toe? Dat je kunt het hebben over zorg, maar zoals we bekende uitspraak ook zegt, voorkomen is beter dan genezen, dat je eigenlijk veel beter naar voorzorg kan. En zorg, we hebben het gedefinieerd als hulp bij herstel van harmonie. Maar eigenlijk kan je natuurlijk veel beter die disharmonie voorkomen door aan mentale immuniteit te werken. En dat die mentale immuniteit dus voortkomt uit eigenlijk een universele visie op het leven, waarbij je dus eigenlijk meer zelfstandig richting kan geven, zelfstandig denkt en zelfstandig ook bepaalt welke kwaliteit van gedachten wel of niet bij je horen en waar je op wil richten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, moet het dus beginnen bij educatie. En we noemen ook echt dit woord educatie, omdat dat betekent letterlijk eruit leiden. Dat gaat ook uit van, je zou kunnen zeggen dat kennis van het zelf, met de hoofdletter, die universele potentie die eigenlijk in ieder aanwezig is, om dat wat meer naar buiten te brengen. Ons eigenlijk dus te richten op de bron van waaruit we eigenlijk zelfstandig steeds meer kennis kunnen eigen kunnen maken. Dus niet zomaar educatie als onderwijs, maar eigenlijk onderwijs in de Theosophia. Die universele levenswijsheid. En in die zin zou je kunnen zeggen dat dat dus ook het doel was van de Theosophical Society. En ik haal dit ook even aan, want het is vandaag op de dag af precies 146 jaar geleden dat die Theosophical Society is opgericht door mevrouw Blavatsky en anderen in New York op 17 november dus. En wat is ook in de kern eigenlijk één centraal idee onderwijst, die universele broederschap. Niet als een dogma, maar echt als een feit in de natuur. Gebaseerd op die universele uitgangspunten die ieder voor zichzelf kan gaan toetsen en bewijzen. En de Theosophical Society kent dus ook geen dogma's, maar stimuleert iedereen dus elke keer ook om die uitgangspunten voor zichzelf te bewijzen.
Waarmee je dus ook kan gaan ontdekken dat eigenlijk die, ja, al die wetten in de natuur in lijn zijn met dat ideaal van universele broederschap. En dat je eigenlijk op basis daarvan dus ook alle levensvraagstukken kunt oplossen. Met ook als motto, geen religie hoger dan waarheid. En het wordt ook wel een synthese van wetenschap, religie en filosofie genoemd. Juist omdat het al die, die schijnbare tegenstellingen tussen die drie gebieden weet op te lossen. Doordat het dat met elkaar in verband brengt, in samenhang brengt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die Theosophical Society is ook opgericht om te werken aan de mentale immuniteit van de mensheid. Door die kennis over die universele wijsheid te verspreiden. Laat ook zien dat wat waar niet alleen maar logisch, maar ook ethisch is. Hè, omdat er een essentiële eenheid ten grondslag ligt aan alles wat bestaat. En leden van die society proberen dat ook continu in de praktijk te brengen. Waardoor ze zelf ook proberen een voorbeeld te zijn van ja, een actieve broederschap. Ook die te laten zien dat die universele broederschap ook in de praktijk tot uitdrukking kan komen. En het is dan ook onze overtuiging dat die kennis eigenlijk veel breder bekend zou moeten zijn. We lieten al die, die cijfers aan het begin zien. Hoe belangrijk het is dat er eigenlijk meer kennis is over universele wijsheid die in ieder besloten ligt. Maar dat lukt alleen omdat ook te verkondigen zonder dogma's. En dus eigenlijk op de beste manier is nog gewoon het voorbeeld daarvan te zijn. Dus als je dat wil steunen, dan natuurlijk kan je ons helpen. Hè. Je kan ons een donatie geven, helpt in onze kosten. Maar het beste is vooral om dat ook proberen zelf in de praktijk te brengen. En wil je meer weten, dan kan je ook aan de slag met onze cursussen. Je kan je abonneren op ons tijdschrift, je kan onze boeken gaan lezen. En vervolgens, als je daarmee anderen nieuwsgierig maakt, ook hun wijzen op onze lezingen, activiteiten, cursussen, boeken, etc. Maar het belangrijkste is eigenlijk om ook daadwerkelijk dus aandacht te hebben over voor die leringen en daar zelfstandig over na te denken. Die aandacht ook te geven aan die leringen, die universele leringen, zoals reïncarnatie, zoals karma, zoals die fundamentele gelijkheid van al het leven. Omdat we ook denken dat het die leringen zijn die die aandacht verdienen. Waardoor dat uiteindelijk ook hopelijk wat meer mensen besmet en we steeds meer dat in de praktijk gaan brengen en eigenlijk in zekere zin een positieve pandemie van mentale immuniteit kunnen gaan verspreiden. Dus probeer daar vooral mee aan de slag te gaan om dat in de praktijk te brengen. En op die manier kunnen we elkaar wellicht wat versterken om ook een bijdrage te leveren aan die mentale immuniteit van de mensheid. Goed. Weer even 3 minuten pauze en dan kunt u uw vragen weer stellen. Oké, welkom terug. Is er nog een vraag binnengekomen? Ja, op de valreep, nu net. Okay. Een goede vraag. Was 17 november 1875 echt het begin van de theosofie? Goddelijke wijsheid was toch al iets waar mensen in de middeleeuwen mee bezig waren? Ja, hele goede vraag. Natuurlijk was dat natuurlijk niet het absolute begin. De theosofie is eigenlijk de wijsheid die er al sinds het begin van de tijden geweest is. Eigenlijk sinds het begin van het denken van de mens, zou je kunnen zeggen. Het is echt de oprichting van de Theosophical Society die inderdaad op 17 november heeft plaatsgevonden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, in elk tijdsgewricht is die theosofie in andere vormen, onder andere namen, bekend geweest. In zekere zin is het een verzamelnaam voor oude wijsheid die je in alle tradities terug kunt vinden. Alle grote wereldreligies, die stichters daarvan, die brachten wijsheid. Die brachten wijsheid die zij zelf ondervonden hadden. Die hadden eigenlijk dat stukje zelfkennis tot uitdrukking gebracht en zijn dat gaan delen. En stonden ook niet op zichzelf, maar ook wel in contact nog kwamen eigenlijk in een lijn van boodschappers, zou je kunnen zeggen. En dus dat is eigenlijk een traditie die er altijd al geweest is.
Maar in 1875, met de komst van mevrouw Blavatsky, is er eigenlijk zoveel meer naar buiten gebracht dan tot op heden gebeurd is in de menselijke geschiedenis daarvoor. En zij heeft ook laten zien dat juist in al die tradities eigenlijk al diezelfde leringen terug is zijn gekomen. Dus de gehele geheime leer staat vol met voorbeelden van tradities van over de hele wereld. Van de Maya's tot de oude Noorse tradities. Natuurlijk de bekende, hè, boeddhisme, hindoeïsme, christelijke, jodendom. En ze laat gewoon echt overal zien hoe dezelfde symboliek elke keer weer terugkomt. Het is alleen maar een verzamelnaam voor wijsheid, universele wijsheid die er altijd al geweest is. Dus een goede vraag. Ja. En ondertussen is er nog een vraag binnengekomen over die bovenpersoonlijke houding. En diegene die zegt, als ik dat probeer, dat ik me vaak alleen een onbegrepen voel wanneer ik me bovenpersoonlijk inzet. Of dat normaal is, vraagt die. Of het normaal is, dat is altijd een lastige uitspraak. Daarvoor zou ik de context moeten kennen. Maar laat ik het in ieder geval zeggen, het komt mij niet helemaal vreemd voor. Zeker in onze maatschappij die toch vaak heel gericht is op eigen belang. En dan bedoel ik niet eens zozeer oordelend, verwijtend. Maar als je bijvoorbeeld je werkt voor een bedrijf of voor een organisatie. Er is ook altijd toch iets wat... we moeten als organisatie wel kunnen blijven bestaan. We moeten wel kunnen voortduren. Dus dat krijgt ook altijd bijvoorbeeld iets in zichzelf. In een gezin ook. Hè. De eigen kinderen, die hebben natuurlijk meer aandacht. In een zekere zin heb je natuurlijk ook als ouder of als waar je in welk verband je ook zit, de plicht om daar je best voor te doen. Maar ook wel altijd in het licht van de mensheid. En op een moment dat je dat soort dingen naar voren brengt, dan word je niet altijd begrepen. Kijk maar naar het lot van heel veel klokkenluiders die lieten zien van dit kan ik gewoon niet meer rijmen met mijn geweten. En als ze dat naar voren brengen, ook heel duidelijk bijval krijgen van de maatschappij. Van dit kan toch niet. Hè? Onlangs nog die mevrouw die bij Facebook naar voren bracht. Dat Facebook willens en wetens gewoon die fake news in stand heeft gehouden. Met uiteindelijk de gevolgen die we allemaal hebben kunnen zien met die kapitoolbestorming in de VS. Het mogen wel duidelijk zijn, ze werd niet begrepen. Hè? Dus dat komt inderdaad helaas nog veel voor. Maar ik merk intussen ook dat er steeds meer aandacht is. Je ziet natuurlijk ook steeds meer aandacht voor gelijkheid. Steeds meer aandacht voor die misstanden. Ze komen niet voor niks naar boven. Er is in ieder geval wereldwijd een sfeer waarin we dat soort dingen naar boven kunnen brengen. In andere toestanden en zeker ook soms in de wereld waarin wij leven, in andere maatschappijen. Word je al opgesloten voordat je het naar buiten kan brengen. Dus het is ook belangrijk om wel ook te zien bepaalde goede richtingen die dat uitgaat. En om elkaar ook wel te helpen ondersteunen om dat te blijven doen. En ik denk dat als je dat doet, en je moet het natuurlijk ook wel... We zeggen wel eens, je moet onschuldig zijn als de duiven, slim als de slangen. Je moet dat wel proberen... te doen ook om mensen mee te krijgen. Hè? Dus ook uitgaan van vertrouwen dat mensen uiteindelijk wel het goede willen doen. Dus probeer dat ook niet te revolutionair te doen. En dan zul je ook zien dat als je dat met kleine stapjes doet, dat je op een gegeven moment gelijkgestemden om je heen gaat krijgen. En dat er een beweging op gang komt die niet meer te keren is. En dat zie ik ook in eigen ervaring. Het werkt wel. Ja. Mooi. Dat was ook de laatste vraag van vanavond. Oké, bedankt ook weer voor de vragen. Dat helpt ook altijd heel erg om het te verhelderen. Volgende week
De laatste lezing alweer uit deze serie, waarin we eigenlijk, nu we wat meer stilgestaan hebben bij wat is nou ziekte, wat is nou immuniteit en wat is dan zorg ook in het licht daarvan, vanuit reïncarnatie, dat weer eigenlijk gaan verbreden naar de zorgtaak eigenlijk die wij als mensen ook hebben voor de levende planeet. Dus we geven ook al duidelijk aan, ook de planeet zien we als levend wezen. En ook daar staan we in continue samenhang mee. En dat geeft dus al veel meer ook onze verantwoordelijkheid aan. En dan zullen we ook wel meer ingaan op inderdaad die invloed die we vanuit dat mentale gebied hebben. Ook op het welzijn van die planeet als levend geheel met al die natuurrijken die daar nog meer hun plek in hebben. En we sluiten uiteraard ook weer af met Gayatri uit de Rig Veda. Een oproep aan dat zelf met een hoofdletter, zou je kunnen zeggen. En dan stilte en dan zie ik u graag weer volgende week. O Gouden Zon, met uw verheven luister, vervul ons hart en verlicht ons denken, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.